Barry Powell, voormalig topscorer van Kozakken Boys, wordt op de bank gehouden bij IJsselmeervogels door Willem Leushuis, voormalig trainer van Kozakken Boys. Dat in de aanval gaat via Leon Bot na 11 minuten voetballen. Bot bereikt El Azouti niet, Schaap zit ertussen. En zo blijft het 0-0. IJsselmeervogels speelt om de eer. IJsselmeervogels wil Kozakken Boys in de titelrace een voet dwars zetten. Agatowski is dit en dit is denk ik een mislukte voorzet, maar Schaap moet er toch wel wat mee. De hoekschop is voor de Kozakken. En de kopbal van Montero en die zit erin. Sunny Montero, de linker verdediger van Kozakken Boys, kopt zijn ploeg op het kwartier op een 1-0 voorsprong. Prima voorzet. Prima kopbal. Osturk kopt hem mis en Schaap haalt hem achter de lijn vandaan. Kozakken Boys op 1-0. Buitenhuis. Daar is niet veel aan de hand. Van der Laar. Hij zal meer vogels ook maar eens een keer in de aanval. Dan is daar een appel voor. Hens wordt niet gehonoreerd door de arbitrage. Hensbal zou zijn gemaakt door Sven van Ingen. Ja, daar komt Kozakken Boys heel goed weg. IJsselmeervogels had een strafschop moeten hebben. Mendes Moreira weggestuurd. Marquiet klopt het gat dicht. Mendes Moreira doet het zelf. En kijk naar El Azouti. Die had die bal wel willen hebben. Een wilde poging van Mendes Moreira. Hier weer aan de bal. Buitenom Agatowski krijgt hem ook. Niet echt lekker. Moet terugschakelen. Maar de voorzet is gevaarlijk. El Azouti strandt wederom op Schaap. Het wordt een beetje eentonig met die keeper van IJsselmeervogels. 1-0 de ruststand. Gari vindt Mendes Moreira. En ja, Schaap. Die voorkomt de grotere voorsprong voor Kozakken Boys. Carmelia niet voor IJsselmeervogels. Kozakken Boys weg via Mendes Moreira. El Azouti wil topscorer worden. Wil hem wel hebben voor het doel. Maar Mendes Moreira ziet hem niet. En strandt op Jamie Schaap. De voortreffelijke doelman van IJsselmeervogels. De vrije trap dan van Mendes Moreira. De mogelijkheid voor Tavares. En dan hoeft Schapenke niet in te grijpen. Moro. Pallol is er dichtbij, maar Arends ligt in de weg. Ja, dat is natuurlijk een gevolg als je zoveel kansen gemist hebt. Dan is het een porseleinen voorsprong en dan kan het in de slotfase ook. Al zou het niet verdiend zijn over een hele wedstrijd, zomaar nog gelijk worden. Carmelia. En Pallol. Bal voorlangs. En zo blijft het tot grote vreugde voor de fans van Kozakken Boys. 1-0 voor de Werkendammers. En zij houden in ieder geval de druk op dat wij.